Hi, mijn naam is Tamara Hagemeek en ik heb een vraagje. Zijn Zwarte Pieten slaven? Ja, natuurlijk. Decennia lang werden deze zwarte mensen gedwongen om pakjesboot 12 op te gaan om als slaaf te werken voor de blanke Sinterklaas. Vaak vielen de pieten tezamen met de pakjes van boord en velen kwamen erom tijdens de lange reis uit Spanje. Hier aangekomen werden ze opgesloten in een pietenhuis waar ze de hele dag pepernoten moesten bakken en cadeautjes moesten inpakken. 's Nachts moesten ze levensgevaarlijk werk op de daken uitvoeren en menig brak een nek door de capriolen die ze uithaalden. Het massaal uitgelopen publiek lachte hen tijdens optochten uit vanwege hun kostuums en spreekoren waren in het hele land te horen. Ja, wij weten dat dit flauwekul is, maar de volgende generatie niet. Tot volgende vraagje. Doei!